Maître James en Je Me Tire. Waarom was het voor jou vandaag een fijne, plezante, leuke dag? Dat kan zijn omdat je iets te vieren hebt, maar dat kan ook zijn omdat je een beetje tot nieuwe inzichten komt. Lily, goedenavond. Goedenavond. 40 jaar in het onderwijs, maar vandaag kreeg jij toch een ingeving, hè? Inderdaad, ik sta 40 jaar met mijn hart voor de klas, maar vandaag heb ik het appartement een beetje opnieuw gedecoreerd en ik heb ontdekt dat dat eigenlijk mijn talent is en dat ik dat echt ongelooflijk graag doe. Dus jij denkt, misschien zit er wel een binnenhuis inrichtster in bij mij. Ja, ja. Inderdaad, met mijn pensioen kan ik dat misschien nog gaan worden. Wie weet. Ja, 40 jaar voor de klas, dan staat dat pensioen er wel aan te komen, denk ik. Ja, dat staat er inderdaad aan te komen. Maar ik zou toch mijn studentjes ook wel missen, denk ik, hoor. Ja. Zeg, voor wanneer is het pensioen? Voor binnen een paar jaar. Ja. Ja. Denk ik. Ik ga eerst aan een studentje denken, want ik geef boekhoudkundige vakken aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen. Ja. En de studenten, die ben ik eigenlijk heel dankbaar, want zij zijn er eigenlijk ook de reden van dat ik altijd een goed contact heb kunnen houden met de jeugd. Ja. En ik kan daar echt van genieten, van de manier waarop we met elkaar... De hele week, de hele dag eigenlijk een beetje tussen de twintigers, hè, de jonge twintigers. Ja, dat houdt je wel jong, hè, Lily? Dat houdt je echt wel jong, inderdaad. Dat is heel leuk om met die jonge mensen te communiceren, om hen te observeren en dan kan je ook die gedragingen een beetje gaan imiteren. Ja, het is een fijne job, echt waar. Ja, maar binnen huisinrichting, dat zal dan toch mijn uitdaging worden voor als ik op pensioen ga. Je hoort dat wel eens zeggen, de jeugd van tegenwoordig, maar ik denk dat de jeugd van tegenwoordig toch heel geëngageerd is, hè? Wel, ja, inderdaad. Sommige jonge mensen zijn enorm gemotiveerd. Ik heb heel veel verschillende culturen in onze klas. Een grote diversiteit. Mm-hmm. En wij gaan daar op zo'n respectvolle manier met elkaar om. Dat is een kleine cel, maar als onze hele maatschappij er zo zou uitzien, Karen, dan hadden we een fantastische wereld. Ah, oh, mooi zeg. Ja. Lily, ik denk dat je ook alweer genoeg reclame hebt gemaakt voor je beroep in bijverdiensten later. Want al die studenten die dan afstuderen, die kopen een huis en die gaan dat dan door jou laten inrichten. Al met z'n dinten de groetjes doen van hieruit. Okay. Lily, dankjewel voor je berichtje en nog een fijne avond, hè? Voor jou ook. Nog een heel fijne avond. Bedankt. Bye. De volgelingen met Karen Meinen.